gaming. Het is tijd voor gaming. Dat was mijn ik heb zin in gaming dansje. Vandaag spelen we de game My Friendly Neighborhood. Dit is een game die ik zo lang geleden heb gespeeld. Ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Dus daarom maar in beeld. En ik zat zo lang te wachten op deze game dat die daadwerkelijk uitkwam. Maar dit is dus van dezelfde makers als de Amanda Show game. En die ging dus voor. De productie op deze game was dus op pauze gezet totdat ze klaar waren met Amanda. En dat is nu klaar. Dus nu is hier een volledige game. Spooky Sesamstraat. Gaming. It was more real than reality. I felt like I was lost, walking through this dark tunnel, and the ground beneath me stretched on for an eternity. Felt like I was dying. Yo! Woo! Grote burger heeft hij. Sense of emptiness and terror, and I don't care who she is. Yo! Woo! Ik heb een idee dat deze neighborhood niet zo friendly gaat zijn. Last job of the day. Ben ik Gordon? Bla 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 bla. Don't care. Last job of the day is always the worst. Oké, we moeten die antenne uitzetten. Dat is onze missie. Hallo, ik ben Gordon. Dit ziet er gewoon vrolijk uit nog. Ik weet niet wat ik van dit paarse slijm vind hier. Beetje vreemd. Ring me? Waarom zou ik dat daadwerkelijk doen, though? Dit vraagt om problemen. Ping! Yo, harige armenpik! Oh, wow! Dit is normaal natuurlijk, ja. Dit gebeurt, dit is normaal. Raise the curtain! Bring up the lights! The neighborhood is coming to town! I am Ricky the Sock. Your television will never be the same. Hold on, did you say disconnect the antenna? Yes. Oh my, no. You mustn't do that. Dat ga ik dus wel doen. Tell you what, you wait here and I'll... Dit is een levende sok trouwens, waar ik tegen aan het converseren ben. Dat is normaal in deze wereld. Oké, dus Ricky. Ricky vind ik een interessante character. Want ik vind dus dat Ricky zijn stem heel erg klinkt als de YouTuber Arlo. Hoppa, kijk! Arlo! Ricky! Woo! Oh, daar gaat een wandelende pop. Oh, hier is stage 4 gewoon. Waar is stage 1 dan? Boem, harige arm, meest harige arm ooit. Bla 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 bla. Kijk, ik heb het voordeel dat ik het kan lezen in de editing. Ik wil gewoon de story mee krijgen door gameplay, zeg maar. Dat is juist iets wat ik fucking vet vind. Ik wil gewoon de andere kant op lopen. Vaarwel, Norman. Ik ga gewoon de andere kant op. What is going on here? Kijk, als ik deze dingen zou zien, dat zou al genoeg voor mij zijn om te gaan van... Weet je wat? Ik ben weg! Ik ben weg! Hallo, oma. Wat ben jij? Raar vrouwtje ben jij. Niks aan de hand, ik heb nog geen wapen, dus er kan me nog niks overkomen. Dat is videogame logica. Dus nog... Ik weet dat ik een wapen krijg in deze game namelijk. Soms sta je gewoon zo... Ik vind het wel slim dat ze dat zo doen. Dat ik, like, deze kant op loop omdat ik niet daarheen ga, zeg maar. Want dat is dood. Hallo? Hier is de sleutel. Maar die is dus locked. Ga ik iemand dood moeten knuppelen nu? Prima. Hey, Mac! Hey! Au! Hoe doe ik dit? Hoe... Zo. Hoe ze wegvliegen op het laatst. Maar zij is dus niet dood, zij komt dus terug. Als ik weer terugkom in deze kamer, dan leeft zij weer. Zo, Jesus. Wat had ik hier aan? Ik dacht dat zij hier nuttig stond te zijn. Maar niet dus. Wow, wie is dat? I don't know. Een gun. Oh, maar daar komt die... Ja, hallo. There you are. Does it work? Oh my, that's where I left that. I was looking for it. Oh, oh my God. Oké, Ricky vind ik heel leuk. If you're gonna go gallivanting all over the place, then at least watch out for Pearl. Pearl? Pearl? No, the enormous bird that crushes people. Wat? Oh, fuck. Ik heb geen richter. Ik schiet letters and I love it. Kijk, nu heb ik dit. En nu heb ik de sleutel. Yuppie! Oh, leuk. This must be one of the old sets. Dit is huge. That's quite a bird.
Dat is dus een bird die ik wil vermijden. Oh my god. Ik kan hier niet guns blazing in gaan, hè. Ik moet hier echt voorzichtig tussendoor gaan. Wat is dit? Een letterblok? Wat moet ik nou weer met letterblokjes? Key. Is daar. Maar hoe kom ik daar? Oh, wacht. Oh my god, I did it. I did it. Ik moest gewoon eerst hierheen. Niks aan de hand, 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 niks aan de hand. Oké, hier ligt de blokjesleutel. En wat ammo. Sick, we hebben nu de blokjesleutel. Dat is al één ding. En als het goed is, zijn we nu ook hier klaar. Inspect. En nog een letter. Wat moet ik met al die letters? Waarom staat dat meisje hier niet trouwens? Oh, hier is nog een letter. Sick. Is deze kamer nu groen? Nee. Sneaky, sneaky. Groen. Oh, fuck! Ik weet nog steeds niet wat die vogel nou precies doet eigenlijk. De vogel lijkt mij niks te doen. Maar ik wil niet te dicht bij die vogel in de buurt komen om erachter te komen wat hij doet. Een bril in zit? Wat moet ik daar nou weer mee? Wat moet ik nou weer met een bril? Voor een vogel? Wacht even hoor. Wacht even hoor. Zo. En nu heb ik een brief. En dat was de item, neem ik aan, die ik hier kon krijgen. Nu is dit groen. Oké, okay, thank god. Oh, hey. Hey, ik moet iets op de post doen en je staat nogal precies bij de plek waar ik moet zijn. Doen we die hierin. Met mijn harige handjes. Ik heb niet genoeg ruimte in mijn toolbox. Ik moet dingen opgeven. Oké, okay, laten we dan nu eindelijk een crank pakken. Waarvan ik ook niet weet wat ik daarmee moet. Laat dat duidelijk zijn. Laat dat even heel duidelijk zijn trouwens. Maybe this unlocks a different part of the studio. Stage 2. Oké. Okay. Maar we zijn nu in stage 4. Naar buiten, naar stage 2. Op naar stage 2. Griezelen, griezelen, griezelen. Maar waar is stage 2? Dat is alles wat ik vraag, toch? Crank. Oh, dan moet ik daar gebruiken. Dat staat gewoon op de kaart. Oké, sick. Heel veel pijlen gaan hier naarheen. Secret entrance. Shh. Maar ik vind het niet chill dat ik ondergrond moet. There we go. Gewoon een glijbaan, dat is wel leuk. Oh wow! Oh wow! Dit is waar de demo begon! En ik denk ook dat dat een mooi plekje is om het te eindigen. Omdat ik even moet researchen hoeveel ik al heb gespeeld en waar ik dan de volgende video ga beginnen. Want laat mij weten of je meer hiervan wilt. Dit is gewoon een beetje een testvideo ook om te kijken. Want als deze video het heel slecht doet, dan zit ik zo van, dan niet. Als jullie het heel leuk vinden en meer hiervan willen, laat dat me weten in de reacties beneden. En dan zie ik jullie, niet letterlijk, in de volgende video. Doei!